En ook ik herken iets in haar. Ja, ik moet moeite doen, maar ook ik herken iets in Rita Verdonk. Ik herken die boosheid wel die zij heeft. Die enorme kwaadheid, die boosheid waar zij inmiddels fysiek verslaafd aan is geraakt. Want dat kan. Je kan verslaafd raken aan emoties. En dat is wat met haar gebeurd is. Zij is fysiek verslaafd geraakt aan de eigen boosheid. Zoals Geert Wilders verslaafd is geraakt aan zijn eigen gebrek aan aandacht. Dat kan. Maar die boosheid, dat herken ik wel. Toch? Dat je enorm kwaad bent op iets. Enorm kwaad. En dat je meteen voelt, ja, dit is een onredelijke boosheid. Die andere partij heeft ook wel gelijk, maar ik ben wel gewoon enorm pissig. En dat geeft je ook een soort energie. Je krijgt een soort adrenaline van en je denkt, weet je wat? Ik ga deze boosheid gewoon de hele dag volhouden. En ik ga deze boosheid op alles en iedereen die ik tegenkom projecteren. Eén op één. Dat herken ik wel. Maar ja, bij mij is het meestal na één dagje slapen wel weer over. En zij heeft er een politieke beweging op gebaseerd. Dat is het verschil. Maar ik herken het wel. En dat zijn die dingen die je samen in elkaar moet vinden. Waarin je samen weet, oké, hierin zijn wij uniek. En uniek zijn, dat ging altijd over authenticiteit. Alleen uniek zijn, dat is nu de allersnelste manier om niet meer over jezelf na te hoeven denken. En dat leidt hetzelfde, maar dat is het natuurlijk niet. Door uniek zijn gaat tegenwoordig over op zoek naar Evita. Op zoek naar Jozef. Op zoek naar die nicht die die jas genaaid heeft. Ziet het er niet uit, man. Maar iedereen wil ook maar cabaretier worden tegenwoordig. Door hou er eens een keer mee op ook. Echt, iedereen denkt dat dit het is. Door iedereen denkt dat dit het is. Jongens van jullie leeftijd wilden vroeger brandweerman worden. Of politieman. Of leraar of dokter, broeken die dat toe doen. Iedereen denkt dat dit het is. Ja, nee, wat hij doet. Oh, ja, nee, nee. Ja, nee, dat ken ik ook wel. Ja, nee, nee. Ja, wat hij doet. Ja, nee, ja. Ja, nee, ik zou niet zo warme trui als hij aantrekken, maar wat hij doet dan. Dat is natuurlijk ook gewoon een vak waar je keihard voor moet werken. Iedere dag. Hier moet je altijd en overal je stinkende best voor doen. Je kan nooit onder de 100% gaan zitten. Echt nooit. En ik... Ik ben niet uniek. Verre van dat. Ik ben totaal niet uniek. Er zijn zoveel dingen die andere mensen helemaal niet weten. Die ik hoor waarvan ik denk, ik wou dat ik dat. Echt, ik wou dat ik dat. Ik wou dat ik dat meegemaakt had. Dat ik dat gevoeld had. Dat ik dat gedurfd had. Zoveel dingen. Mijn vader vertelde een verhaal. Mijn vader werkt op een school voor moeilijk opvoedbare Mongolen. Ja. Ik merk een soort defensief, maar daar bedoel ik helemaal niks lulligs mee. Echt niet. Heb nou, na alles wat ik vanavond gezegd heb, in mij in ieder geval het vertrouwen, dat ik daar niks naast mee bedoel. Mongolen zijn moeilijk op voetbal, ja toch? Doe, je kan wel zeggen, goh, gaan we ze alleen in huis wonen? Maar ja, dan mag je hopen dat ze een bandje gaan vormen. Blauw, blauw, blauw. Maar voor de rest moet je er ook niet te veel van verwachten natuurlijk. Daar is enige begeleiding voor nodig en dat doet mijn vader heel erg goed. Dankjewel. En ze waren in de dierentuin geweest. Mijn vader was in de dierentuin met een aantal van zijn jonge mongooltjes. Ze hadden een leuke dag gehad. En mijn vader liep achterop, omdat hij zo zijn groep in de gaten kon houden. Het is een leraar. En ze liepen naar de uitgang. En er was één jochie uit de groep van mijn vader, die nogal opvallend was. Jochie liep moeilijk, had een rugzak op zijn rug. En hij liep echt zwaar. Hij kwam amper vooruit. En af en toe dreigde hij zelfs, wow, achterover te vallen. Want ik kon net op tijd weer oprichten om weer door te lopen. Ook. En hij raakte steeds verder achterop. En mijn vader zag ook dat er achter op de rugzak begon er een steeds groter wordende natte plek te ontstaan. Wat bleek nou? Dat jochie had gewoon een pinguïn meegenomen. Hoe cool is dat? Hoe cool is dat? Een echte pinguïn meegenomen. Geef me je mooiste glimlach, heel goed. Een echte pinguïn, hoe cool is dat? Is er een zaak hier een beetje op de man met mijn grote mond? Die gozer had gewoon een pinguïn meegenomen. Een echte fucking pinguïn in zijn rugzak. Hoe cool is dat? Tuurlijk, laatste stukje dierentuin is even lastig, weet je wel. Nou, als niemand me nou maar doorheeft. En straks ook in de bus met dat gehommel. Ja, uiteindelijk kom je dan thuis. En heb je gewoon een pinguïn in je huis? Denk er nou eens over na, man. Een echte pinguïn in je huis. Dat je iedere ochtend de trap afkomt dat het ding daar. Ja! Dat is allemaal voor mij.
en penguins lopen moeilijk. Hè? Ik heb het nagezocht voor jullie, want zo ben ik. Penguins lopen moeilijk. Wat ze namelijk doen, penguins? Penguins doen als lopen wat wij fysiek hurken noemen. Hé? Ja, penguins doen als lopen wat wij fysiek hurken noemen. Dus in hun fysiek zijn penguins eigenlijk al op de vlucht voor iets. En als zo'n Mongool van 7 dat gewoon doorheeft en die penguin daaruit bevrijdt, ja, dan ben je uniek. Dan ben je uniek. En mijn vader vertelde dat verhaal en er stond iemand bij. En die stelde zo'n vraag waarvan je denkt, ja, ik snap dat je hem wil stellen, maar stel hem nou niet. Wat wil dan niks in de gaten dan? Maak je die pinguïn dan geen lawaai of zo? Denk je, nee, tuurlijk niet, pik omhoog. Die pinguïn die wil ook uniek zijn, ja toch? Die denkt ook, nou, dit is mijn kans, zeg, eindelijk. Ik sta hier al de hele dag op een ijsschots, waarvan ik weet dat hij niet echt is. Met allemaal pinguïns om me heen die ik ook al mijn hele leven lang ken. Dodelijk saai. Ik duik die rugzak in, tuurlijk. Laatste stukje dierentuin is even lastig, weet je wel. Nou, als niemand me nou maar doorheeft. Als mijn eigen wijf maar niet terugroept en straks ook in de bus. Want ja, ik ben wel wagenziek. Maar ja, uiteindelijk kom ik dan thuis. En dan word je met een Mongooltje in huis. Ja, je moet als... Maar hoe cool is dat, joh? Gewoon een echte pinguïn in je huis. Dat je dan allemaal trucs kan leren. De krant halen met de buik schuiven, nou, dat is te gek, man.